Maar ja, hallo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Wifi is gemaakt, vandaar dat er twee opnames op YouTube staan. Morgen is het vrijdag. Dan komt er geen video online. Omwille van, dan ga ik naar Alperen. Dan ga ik daar eerst de nacht blijven slapen. En dan zaterdag erp rijden. Zondag erp rijden, ga ik naar Centerparks. En maandag ben ik weer terug. Dus maandag komen al die video's erop te staan. Omwille van, ja, ik heb daar misschien geen internet en mijn computer die kan ook niet mee. Dus. Maar ja, daar komt verdere uitleg misschien nog over. Maar dan check ik jullie zo. Zo, dus nu ben ik eigenlijk voor school bezig. Er zijn een heel deel die hadden een broodje Mexicano besteld en een broodje frikandel. Dus de broodjes die zijn hier bezig. Hier een heel deel, daar een heel deel. En dan nog voor het af te maken heb je natuurlijk de Mexicanos. Even licht aan doen. Licht gaan. Oké, licht doet het niet. Met de Mexicanos en de frikandellen. Dus. Ja, dat gaat weer heel wel warm. Maar ja, ik ga dat nu klaarmaken en dan check jullie zo. Maar ja, hallo mensen. We zijn nu eigenlijk in mijn kamer om te kijken wat ik morgen allemaal moet klaarmaken. Voor dan weg te gaan. Het eerste dat we nodig hebben is. Een tas. Dan, voor de zekerheid van mijn camera, een tweede tas. Ze zitten in mijn kamer, maar dat maakt niet zoveel uit. Dan hebben we een schroefdraaier nodig. Vraag niet waarom. Oh ja, dat is voor mijn harnas van mijn camera. Allee, camera voor de GoPro. Voor de GoPro hebben we eigenlijk van alles nodig, zoals een lader. Oké, die is gevallen, maakt niet uit. De kabel van de lader. En een heleboel tussenstukjes. Maar ja, dan hebben we een kleine handdoek nodig. Nog een kleine handdoek nodig. Dan hebben we een grote handdoek nodig. En dan natuurlijk ook weer een andere grote handdoek. Dan pakken we natuurlijk de vlogcamera mee. Ziet er niet uit, maar het is maar voorlopig. Yes! Maar ik film nu eigenlijk maar met een andere camera. Dus. En dan een zonnebril. Niet dat de zon gaat schijnen ofzo, maar het is altijd handig. Een zak voor de vuile was. Drie paar sokken. Er is er weer eentje gevallen. Een tissues. En dan, voor de zweters tussen ons, dus, zoals ik wel een beetje, deo. Deo. En nog eens deo. Dan, voor als ik het s'avonds niet zo fijn vind, ja, een bier. Dan, de lader van de vlogcamera. Een kam. Spooky masker. Mijn pyjama broekje. Het is gewoon een sportbroekje, maar maakt niet zoveel uit. Dan heb je mijn zwembroek, je weet me nooit voor zekerheid. Dan, natuurlijk, de Patricks niet te vergeten. Dan, Fruita. Dan, een riem. Fruita. Dan, ons toilettasje met, ja, tandenborstel. En dan oplader van GSM. Dan shampoo. Een pet. Onderbroekje. 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 Dan echt een wortelen. Aansteker. Is dat niet grappig? En dan pakken we natuurlijk ook een, natuurlijk moet iedereen mee hebben, een sirene. Voor het geval als daar niet gezond wordt ofzo. Dan, fruitza. Dan pakken we een maandverband mee. Je weet me nooit voor wat het nodig is. Dan pak je een jeansbroek mee. Dan pak je een t-shirtje mee. Dan pak je natuurlijk nog een t-shirtje mee. Dan pak je een tanktop mee. Klopt niet echt, maar ja. Dan pak je een trui mee. Dan pak je weer een jeansbroek mee. Dan pak je een t-shirtje mee. Dan pak je een
t-shirt, trui mee, sorry. En dan, omdat ik het zelf eens bang heb. Een nachtlampje. Zorg eerst mijn kop in beeld kwam. En dan natuurlijk voor een hele mooie avond. Als er iets te doen is of zo. Natuurlijk een speciaal t-shirt. En dan pak je natuurlijk weer hotshot mee. En dan, om niet te vergeten voor mij, pampers. Grote pampertjes. Dat zijn gewoon echte pampers, maar ja. En dan pak je weer natuurlijk fruitsap. Ik ben dus niet verslaafd aan fruitsap of zo, hoor. Echt niet. Wat je dan nog mee pakt is een waterpijp. Ik snap niet waarom, maar het lijkt me grappig. Een waterpijp. En dan, om niet te vergeten, pak je nog energiedrank. Het zijn flesjes van Duitsland. Zie je wel, het is apart. En dan, natuurlijk, pakken we ook nog een schaatsen mee. Lijkt me grappig. Moest er maar eens meer gevroren zijn. En van dan voor de echte fitnessers tussen ons. Natuurlijk, halters. Maar die ga ik nu niet gooien, want dan is het maar gejost. Dus je zet me rustig terug. Dan, een verrekijker. Er moesten maar eens mooie meisjes langskomen die je gewoon opzetten en dan kun je kijken. Dus, ja, dit is mijn troep die ik meeneem. Ja. Dus, inpak die handel zou ik zeggen. Maar ja, dus, mijn tas. Wat gaan we daar als eerste in? De handdoeken. Pak ik de grote handdoeken eerst. Altijd handig. Die plooien heel mooi op. Ja, ja. Zo, die zet je erin. Dan zie je al dat de tas bijna vol is. Dan pak je de kleine. Dan doe je die daar ook heel voorzichtig in. Dan zie je dat de tas nog voller is. Dan pak je de zak voor de vuilwas. Die touw je er gewoon in. Dan ben je slim. En dan pak je je kleren. De kleren liggen daar, dus ik ga ze even pakken. Pak dus eerst de broek in. Die duw je er gewoon in. Zeer mooi. Proppen. Past gewoon als je propt. Dan moet ik weer daar zijn. Want dan pak ik de trui in. Zeer mooi. Prop je er ook een beetje in. Dan. Zie je dat de tas bijna vol is. Maar dan ben je slim. En dan pak je de t-shirt. Die prop je daar ook gewoon in. Zonder normaal gezien moeite. Die moet erin passen. Zonder moeite. Zo, neemt je binnen. Dan pak je de tanktop. Ik snap niet waarom dat je nodig hebt, maar ik pak hem mee voor de zekerheid. Dan pak je je sokken. Duw je erin. Dan pak je je onderbroeken. Ik vergeet erin. Duw je er ook gewoon in. Doei! Duw je er gewoon in. Dan pak je je zwembroek en zo. Die duw je er ook gewoon in. Normaal gezien zonder. Dan pak je dat. Dat duw je er ook in. Je riem. Dan probeer je gewoon je rits dicht te krijgen. Als je ervan komt. Dan je dan op. En de rest nog een. Wat is dat? En dan zie je het grootste gedeelte. Zit erin. De tas is dicht. Het is een opgeblazen pakket. Weegt al wel een beetje. Maar dan hebben we nog een zak. Daar pult het al uit, je ziet het. Het pult eruit. Wat gaan we daar doen? Daar zijn we slim en daar doen we de zeep. Nog eens de zeep.
de kam. De deo, de deo, de deo. Over de zak. En dan. Dan pakken we de toiletzak. Zo hebben we onze tas al bijna vol. Dan hebben we nog de voorkant. Daar doen we de tissues. Daar doen we de pamper. Och, ik heb die niet nodig. Dan pakken we maar het maandverband. Wordt ook niet nodig. De sirene, ook niet nodig. De blik met erwten en wortel. Past niet, dus die moeten we hier laten. Jammer genoeg. Jammer maar helaas. De teddy die past ook niet. Moet je gewoon hier laten vallen. Fuck mijn beer niet nou. Maar ja, die pakken we dus ook niet meer. De verrekijker. Zeer belangrijk voor de meisjes. Het past. Dat had ik niet gedacht. Niet gezien. Dan. Ik was het bijna vergeten. Oh mijn god. Marien. Die zetten we daar ook nog bij. Voordat we hem vergeten. En dan doen we hem. Op een vreemde wijze met de hul erbij dicht. Dan zie je dat deze tas vol zit. Dan zeggen we simpelweg op naar de volgende. Maar ja, dus de volgende tas is deze mooie Amerikaanse tas. Wat zit erin? De GoPro. In levende leven. Niemand kent deze tekst. Maar ja, die doen we erin. Maar voordat die we erin doen. De fruitsap! Fruitsap 1. Fruitsap 2. Fruitsap 3. Fruitsap 4. En fruitsap 5. Dan zien we dat deze tas ook al bijna vol zit. Spijt me, ik ben niet fruitsap verslaafd hoor, nee. Ik ga maar 3 dagjes weg. En dan is er school nog bij, dus ik ben niet verslaafd. Nee. Ik ben niet verslaafd. Het harnas. Opladen van de camera. GoPro. Een schroefdraaier. Dat heb ik nodig bij de GoPro als ik mijn harnas aan wil doen of weet ik veel wat, dan heb ik die nodig. Dan. Opladen van de gsm. Ook zeer belangrijk. Maar die heb ik nog nodig deze avond dus. De oplader van de camera heb ik eigenlijk ook nodig, dus die haal ik er ook even uit. Mijn pet. Maar die doe ik morgen op. Oké, dat gaat weg. Maar dan. Het spooky masker. Dat grappig, pak hem mee. En dan hebben we alles. Een zeer normale tas. Er zijn nu nog een paar dingen uitgelaten. Maar dat komt wel in orde. Zo. Dus die gaat op mijn rug. Deze gaat in de koffer. Of waar dan ook. Deze heb ik nog nodig voor op te laden. En dan zo maak je dus je prachtige, mooie tas. Deze manier is er kei blij mee, anders ging het niet gloeien. Gloeien. Maar dus, de dingen die we... Dat zijn de dingen die we nodig hebben. Dus, mijn tas is klaar voor morgen. Want morgen is vrijdag, dus deze video komt vandaag online te staan. De video van vrijdag staat en zondag die komen er maandag op te staan omwille van mijn computer die daar staat of die onder staat bij mijn mama. Die computers die gebruik ik om mijn video's te editen
En mijn laptop die doet het niet echt. Deed mijn laptop het wel. Laptop het wel. Dan pakte ik die mee en dan kon ik alles uploaden. Maar die doet het eigenlijk niet meer fatsoenlijk. Staat mijn editingprogramma niet op, want die kan dat niet aan. Dus. Ja. Maar ja. Dus de video's die komen maandag op. Hiervoor mijn excuses. Dus. PG Gaming Memorial die staat eigenlijk volledig uit. Kan er ook niet op kijken. Misschien wel via mijn gsm als ik daar internet heb. Maar dat zullen we wel zien dus. Misschien als jij daar bent, in Erpreide, Center Parks, kun je me misschien zien. Maar dat zien we dan wel. En ja, dan zal ik wel eens hoi komen zeggen. Maar ja, dus mijn tassen zijn klaar voor morgen. En dan check ik jullie zo. Maar ja mensen, ik heb juist de opname gedaan van wat ik allemaal in mijn tassen ga doen. De ene ligt klaar, de andere heb ik moeten uitpakken, want die moet morgen nog mee naar school. Dus al die spullen die liggen daar, die erin moeten. Fruitsap, bekijk niet zo man, bekijk niet zo. Maar ja, dus ik ga mij nu de vlog bewerken. Dan ga ik de camera opladen, want die kan nog maar 3 minuten mee. Dus, maar ja, mensen, bedankt voor het kijken van deze vlog. En dan check ik jullie maandag, want zoals ik juist al zei, er gaat vrijdag, zaterdag en zondag geen vlog online komen. Het spijt me daarvoor. Maar ja, mensen, bedankt voor het kijken en dan check ik jullie maandag. Houdoe. Abonneer op BG Gaming en like. Doei.